Suriname heeft in de periode 2017-2018 namens de Community of Latin American Countries, CELAC, gefungeerd als co-president van het coördinatie- en samenwerkingsmechanisme op het gebied van drugs tussen de EU en de CELAC-regio. Vanwege haar goede prestatie als co-chair van de 20e EU-CELAC-meeting in Bulgarije, heeft Suriname het verzoek ingewilligd om gastheer te zijn van de 21e EU-CELAC-high-level-meeting in Paramaribo. De dienst Nationale Veiligheid, DNV, is samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor de uitvoering. De instanties worden ondersteund door de Antidrugsraad, NAR, en de ministeries van Justpol en Volksgezondheid. Sharon Bell, coördinator vanuit DNV voor de commissie EU-CELAC, geeft aan wat het belang van deze high-level meeting is. Is het herpositioneren van Suriname met betrekking tot het drugsbeleid. Daarbij is de regering van de Republiek Suriname gericht op een sustainable approach, waarbij de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de mens centraal staat. Als ook het investeren in wetenschappelijk onderzoek en evaluatie, middels accurate en betrouwbare data die op een gedegen en adequate manier ingezet zal worden om vervolgens effectief beleid en programma's ter uitvoer te brengen. In the name of the European Union, I wish to congratulate Suriname on the role it has taken as the co-chair of the EU-CELAC Cooperation and Coordination Mechanism on Drugs. This is the only time a Caribbean country took this role in 20 years. We are looking forward for the high-level meeting of the mechanism in Paramaribo in June 2019, in together with annual COPOLAD conference in Paramaribo. The European Union is indeed committed to the success of Suriname's fight against organized crime and drugs. It welcomes Suriname's participation in regional drugs project COPOLAD and is open to include Suriname in other projects such as the CCOP on port security. Antoine Joly, EU-vertegenwoordiger in Suriname. In het kader van deze high-level meeting is gisteren een webportaal gelanceerd. Minister Ildis Beagley van Buitenlandse Zaken noemde dit portaal een belangrijke mijlpaal voor Suriname. Zij gaf aan dat EU-CELAC-meeting wordt gehouden in het kader van de grensoverschrijdende drugsgerelateerde criminaliteit. Het is een prioriteit voor de regering Bouterse-Adien om dit grensoverschrijdende vraagstuk gezamenlijk met de internationale gemeenschap aan te pakken. Je kan het niet alleen, je moet het samen en vooral met partners. Het is dus daarom dat we met verenigde krachten beter in staat zullen zijn weerstand te bieden aan de bedreigingen voor de gezondheid en het welzijn van alle burgers en in het bijzonder onze jongeren en kinderen. Het Surinaams buitenlands beleid heeft zich gedurende de afgelopen 2 jaren gericht op het sluiten van partnerschappen met de focus op dit gebied. In dit verband heeft Suriname reeds 2 jaren, en u hebt het ook gehoord van ambassadeur Joly, als tweede, Trinidad en Tobago was de eerste, tweede Caribisch land in meer dan 20 jaren de organisatie of het mechanisme voorgezeten. En Suriname deed het een tweede keer toen wij werden gevraagd die functie te behouden. BUSA-minister Ildis Beagley gisteren tijdens de lancering van het webportaal in het kader van de 21ste EU-CELAC High Level Meeting, die van 17 tot 21 juni in Suriname wordt gehouden.